hier weer onze speler in de hoek. Die achtervolging inzetten. Een fantastische aanval, even dat kleine slippertje, maar u ziet niet bevreesd voor die stap. En dan zo dadelijk de volgende oefening, de commando's van de baas, van de helper eventjes geven aan. Geen punt. Transporteren weer zeer belangrijk. Moet je niet bijten tijdens het transport. En zo dadelijk de wijze van verbetering. Zien we nu. Loslaten, niet bijten en bewaren. Nogmaals, de hond mag bij deze oefening bijten, maar hij hoeft het niet. Maar hij is zeer attent, dus hij blijft hem aandachtig bewaken. En dan transport. Ook hier geldt, de hond mag niet hinderlijk gaan lopen, niet voor die helft. Op bewijzen van spreken en achter twee keer zo is het bijzonder leuk. En dan moet je recht inzetbaar zijn op dat onderbeen. Keurig reageren op het commando van de baas. En dan op het teken van de beurt is ook hier weer nog een punt te behalen. Ook hier heeft het commando de mogen. Hond die achtervolging. Ook zeer snel in zijn hond. En ook hij laat zich niet zomaar eventjes wegcijferen. Integendeel. Meteen op die arm. En die stokslag incasseren zonder vrees. Maar we zien de hond dus meteen present.
e abrir a porta. Tweemaal de sommatie, dan het commando en de vies weer naar de hond. Alsjeblieft, dames en heren, fantastische aanval. Geweldig. Ook weer super snel gedaan, deze hond. Pas, kruis! Niet bevreesd worden, stop! Ander! En hier weer perfect reageren met het gebouw. Op de baas en de man wonen. En resolutie ingrijpen zonder commando aan de basis. Hier weer de hond op volle snelheid. En u ziet dat hier ook weer zo'n leuke aanval van deze dappere hond. Krakau!
kon zich niet laten verwijderen door de commando's om te helpen. Maar meteen even de tanden erin zetten en dan weer keurig reageren om het commando van de baas los te laten. Ja, dat hoort er allemaal bij. Op tijd je tanden gebruiken, maar ook op tijd weer luisteren wat er van je verwacht wordt. En dat is in dit geval het transport. Oplettend volgen die zaken. En vooral de handen. Want er kan van alles gebeuren. En zo zie je maar weer. Dan is de hond van dit geval toch onmisbaar. En het was een regeling voor de combinatie. En ondertussen dat combinatie nummer 8. Weer naar de verzamelplaats gaat, gaan we ons weer opmaken van onze combinatie nummer 9. Mevrouw van Heesen van Amerongen. Benetton woont zij en dat is dan ook Gelderland. En je zou bijna kunnen zeggen dat zij als het ware, wat de afdeling betreft, een wedstrijd tegen de heer Roelofs gaat spelen. Want hij is uiteraard nog de kampioen, 1996. En het zou als het ware twee combinaties uit dezelfde. En met de geweldige zwieper de man tot stilstaan brengen. Met andere woorden, niet bevreesd zijn voor de stokslag. Ook hier weer het algemeen appel belangrijk. Keurig reageren. En zich niet aantrekken van die commando's van de helper. Maar gewoon erbij blijven. De kwartbal tot er hulp komt. En die is hier aanwezig. En wat let je om dan het transport in te zetten. Met een oplettende hond erbij. Dat is hier allemaal te doen. In de laatste secondes en met het ophalen van de hond. Applaus voor combinatie nummer 9. En de luisteraars allemaal aan de deur. Om straks ook weer te horen wie onze nieuwe kampioen tegen die zus in gaat worden. Ben, Bas, Vrij, Vrij, Vrij. Ah.
En de transport lijkt allemaal eenvoudig, maar ook hier weer, het moet correct worden uitgevoerd. Wil het allemaal maximaal beloond worden. De hond ophalen. En leefding voor onze commissaris. Dit is de heer Baarlaas met de hond van Ramka. En de hond ontstaan in de hond. En dan zie je hier weer de hond voorstellen. Kijk je maar eens hier weer, een formidabele aanval van deze hond. Echt een kampioen waardig. Hier zien we. De hond mag, maar de hoeft niet te bijten. En u ziet ook de aandacht waarmee de hond blijft bewaken. Totdat de baas komt, even fouilleren nog, zoals het behoort in dit programma. Om tenslotte het transport uit te voeren. De aanval met de hond als schreddende eigenaar. Halt! Prachtig plaatje, zo zien we het helemaal aan. En met het ophalen van de hond en inlevering van de combinatie van de 11 en de wereld van de hond vandaag. Dank u wel. We gaan langzaam zijn ze hier komen tot de laatste oefening. De vluchtoefening. Stel hier! Nogmaals, altijd weer een prachtige oefening als die correct wordt uitgevoerd. Dat is goed.
en met een ferme aanval in de kunstkussen. Put him up in the air, Kevin. Zoomed in. De laatste rondjes van deze oefening. Attent en gespannen blijven tot het laatste moment. Dat is de hoofdzaak. Ook hier weer keurig bij de baas blijven, oplettend wat er gaat gebeuren. Maar toch nog je tijd in afwachten. Een beetje uitdagen, werken. Een beetje er tegenaan drukken, zo van doe eens iets, dan kan ik ook iets doen. Maar ook onze helper die blijft onverstoorbaar. Zo hoort dat ook. Maar dan toch even de formule goed uitwerken. Even fouilleren, hond op de plaats brengen. Instructie van de keurmeester nog even in ontvangst nemen en dan ook van hen het laatste transport.
gespannen heen en aandacht is aanwezig. Met 491,5 punt. En we wachten met spanning af de uitslag zo dadelijk. Ondertussen nog eventjes snel ertussendoor. Denk u aan de aanvangstijd morgen van onze kampioenswedstrijd politie op 1. Jonge honden, 7:20. Gaat het hier weer van start. Maar nu weer terug tot de werkelijkheid. Even nog onze laatste oefeningen waarnemen van onze kampioen 1996, de heer Roelofs uit Doetinchem, afdeling Gelderland. Zeer op plek ook weer. En dan op de brug en dan op de laatste aanhouden. En dan op de aanstaande zeven het einde van deze bijzondere fijne dag. Onze nationale kampioenschap hier in de wat zeker zullen doen. U hebt vandaag voor het eerst in de historie van de KNTV hebt u een programmaboekje gekregen wat gratis was. En daar is heel veel werk voor verzet. En de heer Willemsen van de afdeling Gelderland die vindt het leuk om te doen. En die zijn ze erg dankbaar voor dat deze wijziging tot stand gekomen was. De algehele leiding was in handen van Papijn, maar die is er niet moe van geworden in afdeling 3. En dat was niet door loting, maar u was echt in de derde afdeling. Die jongen is weer iemand over te hebben. Hier, kijk eens. Hier. Als je nou mij eens geeft, dan geef je een zoenlijke foto voor me. Ik heb het, hè? Die is wel compliment. Hoe wij of niet? Een uur of vier.
Nee, maar we hebben allemaal. Ja, ik heb vorig jaar ook niet opgestuurd. Nou, had dit zelfs voor betaald? Ik denk het daar niet. Die andere assistentie, hè? Ja, daar vind ik hem gewoon in de week. Veel te kosten, dat is dus niet een twee keer. Ja, zes keer. Zes keer? Veel te kosten. Ja, veel Ja, die is daar iets mooi. Ja. Dat is jonger dan staat. Ja, dat heb ik ook gemaakt. Van de andere foto heb je ook stukken staan. Met die beste zon staan. Ja, maar dat is het donder zo. Ja, die Albert die zat ik ook nog voor dat ik denk. Hier heb ik die Nee, als ze met z'n vieren, dat is wel voorbij. Nee, dat verandert niet dan niks. Nou, ik heb dat niet over. Dat moet voor die tijd, dat is wel gehaakt. Ja, die moet dragen. Ja, dat is wel een massa. Ja, ik wil vragen aan of je echt dat ook deze bier op niet meer mee wil appeteren. En al drie keer gezien. Ik wil eens een keer wat anders. Wie is Arras precies? Arras heeft ook goed werk laten zien. Ja, netjes, was heel ja, goed. Netjes afgewerkt. Hier kijk, hier had hij ook niet staan, zie je? Ja. Dat is kwart. Dat is kwart voor. Als het wat donkerder wordt, dacht ik nog niet. Nou, ik hoop dat we deze stapjes even goed overheen leggen. Ga dat maar mee eens. Kort voor raak hier. Stilstaan. En let hem niet los. Dan zal ik het ons al bezweren. Dan zal ik met de keurmeester draaien. Tussen met anderen. De vast ging al even over. Nou, vast. Jongens, staat ook een boekje in. Ja, ja, zo'n boekje. Ja. Aan het doen? Ja. Nou, jij ook over een jaar, joh. Over 6 jaar mag je nog niet spatten, dat is zelf een rondje kopen zijn. Van die in die bloedlijn. Dat weet hij nou al, hè? Ik hoop dat die oude pek wel naar leert, jongen. Rekenen op in de sport. Je moet dan echt slag omzetten. Maar als hij nou komt, dan schiet hij hier. Dan is hij er net door. Door de stok. Weet wie dat wat hier doet. Dat is niks cools. Thank you.
Ik kan er niks doen, ik mag er niet meer achterlaten. Nee, alleen die, hij mag hier de naam filmen met deze hond en iedere keer eentje bij een hond. Ja, ik moet hem filmen. Ja, dat doe ik al. Ja, doe ik. Hop! Hop! Blijf!
I'm not here. Hops.
Volley. Een paar afzettingen. Nee, toch niet? 50? 50. Kom maar. Dat kan gebeuren. Ja. Wat ik zeg, dat is het niet zo. Het zou best kunnen dat je misschien iemand anders niet ziet anders. En ja. Misschien. Ja, dat gaat best kunnen. Ja. Kan nog wel. Kan nog wel als die niet veel komt. Yeah.
Had u wel voorop? Ik ga dan wat langer. Dat klopt, misschien.
Dit is hem, hè? Op de dorp.
Thank you.
is prima. Stuff so I can use it to get people to manufacture it. It's made. In het centrum van Yeah, this is it.
Bakker gaat investeren, Kool gaat investeren. Ik heb al investeerd, jongen. Die is zachter. Dan is er wel die kappen in. Dan is er de mouw met de kappen in. That's what I want. Look at the size of the wheels. Kom op televisie. Thank you.
Dat het allemaal gaat zoals het gisteren is geweest. Ook een prachtige wedstrijd. En velen van u die zullen vanmorgen al in de vroege uurtjes. En dan heb ik het al over een tijdstip van 7:20 vanmorgen. Waren de eerste vroege vogels over hier. En die hebben het van het begin af aan kunnen meemaken. Wat er allemaal passeerde. En we hopen daar in de loop van vanmiddag eventjes op terug te komen. Maar eerst gaan we over tot de orde van het programma. En dat is het voorstellen van de keuringscommissie. En in de combinaties. En afgesloten met onze hele helft. Van u uit te zien. En dan hebben we tegen het geachte publiek op de nieuwe tribune. Hier van de drieën. Gaan we eventjes van u uit te zien. Links naar rechts. Dan gaan we kijken. De keuringscommissie onder voorzitterschap van de heer Steun. En dan gevolgd door mevrouw de Kort van Iersel. En de heren van Kuijen, van Vloeren, Duivenkamp, Roes, Stokman, Smeets en Vreeburg. Dan gaan we over naar de 10 combinaties. En ik kom dadelijk er eventjes op terug, maar de 10 combinaties zullen we als eerste zien. De schop en de werpvastheid met het transport. Als tweede wordt dan de oefening het terugroepen van de achtervolgende hond. Als derde het ruimingsstellen met het transport enzovoort. En als vierde het stokgedeelte van onze kampioenswedstrijd 1997. Prachtige levensstandsgegeven in bijna volle bak met allemaal enthousiaste supporters en belangstellenden. En jongens, laten we vanmiddag maar eens op een spontane en sportieve manier horen. Attentie voor de eerste combinatie. En met het ophalen van de hond, einde van deze oefening. En de spitsenwachter noemen door de combinatie Egger uit. Combinatie Pamps, een lange bal binnengekomen, krijgt eventjes de benodigde instructies. Attentie.
Commando Stelle heeft gewonnen. Dan pas mag de hond van start gaan. En dat zien we hier. Razendsnel naar die helper toe. Alsjeblieft, wat een formidabele aanval, beste sportvrienden. Fantastisch. Hier weer belangrijk, niet bijten na het loslaten, maar dit is de andere oefening, de toetsing van de werp vastleggen. Ook hier mag de hond zich niet bevreesd vertonen. Maar u ziet hoe dat werkt, krachtig bijten. En ook hier weer na het loslaten, niet meer bijten, alleen maar bewaken, om vervolgens over te gaan naar het transport. Dat gevolg wordt door het verdedigen van de galeien. Zien we hier. Transporteren. Over de plusminus 25 meter. En dan plotseling die aanval. En ook hier gauw. Na het loslaten niet meer bijten. Alleen maar bewaken en dan op het teken van de keurmeester de hond ophalen. Einde oefening voor onze combinatie 5 keer kans van de lange boven met de hond kwakelen. Pieterleer. Combinatie nummer 6. De heer Dekker uit Kertelenbos met Bruno. Die speelt met een... Keurig, het commando afgewacht, deze hond, die ziet hem ook weer in volle spurt. En niet bevreesd voor dat schot, in tegendeel, maar klem vast op die linkerarm. Prachtig gezicht. Ook hier weer een keurige reactie van de hond. Dan wordt hij weer uitgedaagd, want ondertussen is dan de zogenaamde werfvastheid aan de orde. Drie keer moet de helper de hond proberen te raken, en ik zeg dat bewust proberen dan. Het gebeurt maar eens dat de hond slimmer is als de helper, met andere woorden, dat hij zodanig de helper in een ronde toont. Dat het niet altijd mogelijk is om de hond te raken, maar vandaag hebben we ook weer uitstekende helpers. En we zien het op het transport. De hond mag niet bij de tijdens dat transport, maar dan, nu wel, dit zonder commando van de baas. En ook hier weer het appel, zeer belangrijk in onze taktensport. Alleen maar bewaken en dat ze ophalen aan de hond. Leuk werk in de tijdshaal van de combinatie nummer 6. De heer Dekker uit Kertelenbos. Ook hier weer razendsnel na dat commando om de hond in achtervolging. Ja, je ziet het zo. Niet bevreesd voor dat schot, maar een mooie aanval op de arm. En dan is het stilstaan. Geen enkel verweer. Even die toetsing van die werfvastheid. Ook hier mag de hond zich dus niet bevreesd vertonen. Vier onderdelen worden in deze oefening beoordeeld door de keuringscommissie. En dat is de werpvastheid, het loslaten, niet bijten en bewaren. En dan gaan we langzaam maar zeker over naar de transportoefening, opgebouwd uit een zestal onderdelen, de wijze van transporteren, niet bijten tijdens dat transport, zo dadelijk de wijze van verdedigen, loslaten,
niet beter en bewaren. De wijze van de doel, alsjeblieft. De hoogte blijven bewaken, dus niet meer kijken, want dat kost natuurlijk puntjes. Maar u ziet dat hier, hoog overgave en een leuk stukje werk laten zien door de combinatie uit de zusters. Combinatie met 9, ja, van onze 80 van 100 dressuren op hoog niveau, die zijn uit Londen. Dan zegt de bos gekomen om de tijden te zijn van deze geweldige kampioenswedstrijd. De combinatie nummer 9 is aan de start. En we gaan weer kijken en de zaken op een rijtje zetten. Attentie! Sommatie en commando heeft geklonken. En ook hier weer schitterend. Op volle snelheid en natuurlijk ook weer een keurige aanval gelanceerd op die arm. Prachtig om dat allemaal weer te zien. Get a number on that guy. Kijk eens wat een prachtig plaatje, bewaken. Maar ja, dan word je uitgedaagd en dan mag je weten. En ook hier weer, zeer attent, loslaten, niet meer bijten, alleen maar bewaken. En hier is commentaar overboord. Transport. En de gezwinde pas gaat op deze combinatie die afstand eventjes overbruggen. De hond mag niet hinderlijk gaan lopen. Dat wil zeggen voor die helper of ver achter of tussen die benen doorheen correct transporteren. En natuurlijk zonder commando de baas bijstaan door in te grijpen als hij wordt aangevallen. Maar na het loslaten niet meer bijten, alleen maar bewaken. En ook hier dacht ik dat het keurig verliep. En ik denk, sportvrienden, dat heel veel geloven vandaag het applaus voor de combinatie nummer 9, de heer van Stuyvenberg, met aan de start. Attentie! Moet je spijken. Hallo. Prachtig. Eventjes de hoogte in. Toch weer op de Maganagon teruggekeerd. De toetsing. Ook hier mag de hond zich uiteraard niet bevreesd vertonen, maar u ziet dat hier keihard ingrijpen. En u ziet ook hier weer aandachtig bewaken. En dan het bekende transport. En nogmaals, alles moet correct worden uitgevoerd, wil men het hoogste aantal punten bekomen. Je ziet dat hier dat in de vezels gespannen, dan het teken van de keurmeester is de aanval. Maar je ziet de hond dat onderbeen pakken en dan sta je toch ook weer stil. Loslaten, niet bijten en bewaren. En nog laatste, dat kan zij ook. Dat zien we hier. En met het ophalen van de hond hebben we gezien dat Kaatje, niet Kaatje Joost, maar Kaatje Stuurman, wat prachtig hebben gedaan.
combinatie met de 12, de heer Van Halpas, tegenbeen, met bal, breng. Attentie! Hier toch een achtervolging. En je zou bijna kunnen zeggen, ze hebben de pauze goed benut. Ze zijn volledig uitgerust en u ziet dat hier weer. Hapklaar op die helper. Vol energie. Driemaal die stukken, een gummislang, de hond raden, dat is de bedoeling van deze oefening. En waarom die gummislang, dat is een veiligheidsoverweging, want het is niet de bedoeling dat door de oefeningen de hond beschadigd zou worden of dat er iets zou gebeuren vandaar. Dat ook juist gekozen is voor die stukjes gummizang. Transport. Nogmaals, plus minus 25 meter. Hond moet opletten, volgen, niet bij de tegenstand. Transport, opletten. En als de baas wordt aangevallen, zonder commando van de baas in zet te gaan zijn. En dat zien we hier. Deur. En het commando van de baas loslaten. Ook zeer belangrijk. Want ieder commando doet dat kost puntjes. En dan kun je je eigen lief verloren. En op het toon van de deurwezen te gaan ophalen. En die vrienden van de baas die gaan kunnen verhalen uit de steen. De hond gaat naar de hond. Ook zeer snel hier. En u ziet het ook weer een fantastische aanval. De toetsing van de werkvastheid. En ook hier geldt weer. Niet bijten. Na het loslaten, maar aandacht bewaken. En dat zien we hier. Maar nu over naar het transport. Hier weer zeer opletten. Ready! Hier weer zelfs van de weg belaten. Wordt beoordeeld en dan. Dus het is één oefening en kan men de hond ophalen. En dan heb ik een keer de nummer van de kopie. En we klaar doen om alle stad met de hond te hebben. Combinatie is een 15, is aan de start. Attentie! Hier, de bonden gebonden. Hond op de snelle sprint.
om de achtervolging hier op schot. En dan zien we ook weer hier Wanada. De aanval. En daar hoef je niets aan toe te voegen. Dan de toetsen. U ziet dat hier ook weer. De hond laat zich niet zomaar wegsturen. Niet bevreesd. Integendeel. En dan keurig reageren op een commando van de baas. Loslaten, niet breken en komen. En dan gaan we weer over naar het transport. Het leek allemaal eenvoudig, maar iedereen weet hoe moeilijk het kan zijn. Maar het moet goed aangeleerd worden en dan zie je dat zoiets zo bijzonder goed kan lopen. Met het ophalen van de hond. En dan is het weer mooi om te zien van de heer Koethuizen uit Vreugde met de hond van Brieven. Get that number? En die gaat als laatste deze oefeningen besluiten en hopen natuurlijk met succes. Is inmiddels aan de start gekomen. Commando is nauwelijks uitgesproken op onze achtervolging. Alsjeblieft, ook weer zo'n lekkere aanval waarvan je dan toch de rillingen over je lichaam krijgt. Prachtig, zoiets. En dan die toetsing meteen. Is hij ook weer inzetbaar zonder commando, want zo hoort dat ook. Gooi, los! En ook hier zien we weer wat appel teweeg kan brengen in de positieve zin. Want dat is nu ten eerste nodig, een goed appel op je hond. En transport. Zeer oplettend, niet hinderlijk lopen, alleen maar opletten, wat gaat er gebeuren? De combinatie Eggert is aan de start gekomen, daar volgen de instructies en we gaan kijken met ingepaste attentie. Beste sportvrienden, en de hond mag pas teruggeroepen worden als hij die drie oranje pionnen is gepasseerd. Niet te vroeg terugroepen, want dat is ook in de min. Attentie!
Fantastisch. Ja, ja. Hij was één keer sneller dan. Ja, ja, hij doet het daar ook. Ja, hij zal niet weten van waar het applaus, maar tijd. Zorgen, keuren, bravo. Inderdaad. En dan zie je pas hoe spannend het kan zijn en hoe direct zijn oefening kan worden uitgevoerd. Attentie! Kunnen halen punten.
Brazil komt aan de start. Attentie. Heerlijk om dat zo te kunnen aansluiten. En we hebben het gezien. Dus